dwangsom op dwangsom. En dan is er nog de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die heeft vastgesteld dat de dieren niet goed werden verzorgd. Nog dit jaar werd hij daarvoor veroordeeld. De woning en het perceel van de omstreden dierenverhuurder Bert in Appeltern is vandaag online geveild. De dierenverhuurder ligt al jaren overhoop met de gemeente. En bovendien lag het bedrijf onder een vergrootglas als het ging om dierenwelzijn. En door al die problemen kwam de onderneming uiteindelijk in grote financiële problemen. Het dierenverhuurbedrijf van Bert heeft regelmatig bezoek gehad van de autoriteiten. Bert's animalverhuur leek telkens de randen van de wet op te zoeken, maar was uiteindelijk ook op ramkoers met de instanties. En nu dus een executieveiling. De executieverkoop van Bert's animalverhuur komt niet uit de lucht vallen. Er is een lange geschiedenis van een conflict hier met de gemeente die illegale bouwsels heeft geconstateerd en dat hij in strijd met het bestemmingsplan dieren verhuurt. Dwangsom op dwangsom. En dan is er nog de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die heeft vastgesteld dat de dieren niet goed werden verzorgd. Nog dit jaar werd hij daarvoor veroordeeld. En dan nu ook nog een onoverbrugbare hypotheekschuld. De online executieverkoop verliep in twee delen. Er werd geboden per opbod, dat bedrag werd opgehoogd en vervolgens loopt het bedrag terug tot een koper klikt. Het eindbedrag van de voormalige animalverhuur kwam daarmee op €686.000. Daarnaast werd er nog voor tonnen aan andere percelen van Bert verkocht. We konden eigenaar Bert niet bereiken voor een reactie.